Fiscaal Siloy speelt voor het eerst in zijn leven tegen Ajax. Keizer, ook al een voormalig Ajax-iet. Foutje Fiscaal, King Klatsen, de vervanger. Oh, dat is buitenspel voor Babangida. King Klatsen was de vervanger van Hoekstra en Babangida mist. Witsche. Geen buitenspel voor King Klatsen. Was dat Hens of was het geen Hens? Het is ook geen doelpunt in ieder geval van Benny McCarthy. Frank de Boer. Voor het eerst dit seizoen in de arena. Net als broer Ronald dus, die voor het eerst in de basis staat. Tobiasen. Babangida. Ronald de Boer begon met een fluitconcert, werd daarna toegejuicht. Olysee. Riskant. Maar het loopt goed af. Tobiasen, Babangida, geen buitenspel. Redeker en Siloy in het midden blijven staan. Redeker maakt dat goed door correct te verdedigen tegen Babangida. Frank de Boer levert in bij Keizer. Roelofsen. Keizer weer. Roelofsen. Fuchs. Een verrassend schot. En het gaat erin omdat het vlak voor Van der Sar opstuit. En zo komt de Graafschap op 1-0 door Fuchs. Wat een merkwaardig doelpunt. Het zag er helemaal niet gevaarlijk uit. Fuchs, maar die schiet ineens. En precies voor Van der Sar stuit die bal op. Zulke goals krijgt hij Van der Sar vrijwel nooit tegen. Knok. Siloy. Helemaal op de helft van Ajax. Goeie bal op Fiscaal. Keizer. Fuchs. Keizer achter de Witsche vandaan. Keizer. Na 25 minuten gaat aanvoerder Blinter bij Ajax af en komt Melchiot in de ploeg. Ronald de Boer duelleert met Siloy en wordt neergehaald door Godet. Eén Ajax-iet duelleert met twee voormalige Ajax-ieden. Eén nog Ajax-iet is misschien beter. Neemt snel die vrije trap, Ronald de Boer, King Klatsen en Lipmanen scoort. En bij de Graafschap kijkt iedereen elkaar aan. Scheidsrechter Van Hulten liet die vrije trap snel nemen. Ajax denkt gewoon doen. En dus is Lipmanen vrij om de gelijkmaker te scoren. Witsche. Benny. Olysee. Lipmanen, King Klatsen. Babangida wordt vastgetrouwd aan zijn shirt. Hij krijgt alsnog de kans om te scoren, maar doet het niet. Keizer. Nu is Siloy zelfs vertrokken en gaat Benny helemaal mee. Fiscaal. Wilnis. Nok. Lindenberg. Onderschepping Babangida, Lipmanen. Eindelijk is er nu ruimte. Lindenberg grijpt weg en dan moet Babangida toch scoren. En dat doet het weer niet. Recht op Olieslager. Een hels fluitconcert voor Babangida. King Klatsen. Druk is er wel nu, vlak voor rust. Kan ze ook, Babangida. Witsche. Voor wie het toch een verjaardagsfeestje moet worden. Lipmanen, aardig balletje. Nog eens Lipmanen, Ronald de Boer. Babangida, Benny bij de eerste paal. King Klatsen bij de tweede. Godet trapt, corner. Witsche. Wilnis. Lipmanen. Babangida. Van dichtbij niet, van afstand dan maar eens proberen.
Keizer profiteert van het misverstand. Melchiold, Witsche, Fuchs. Godet, Fuchs. Siloy vraagt de bal. Fuchs kiest voor Fiscaal. Dat is een hele goede oplossing. Fiscaal had die bal moeten afleggen op Roelofsen. Dat doet hij alsnog. Maar nu is het te laat. Tegenstoot Ajax, hoewel dat merkwaardig klinkt in de arena. Kromtje vrijgespeeld door Babangida. En via Olieslager en de lat ontsnapt de Graafschap. Lidmaan. De Graafschap levert strijd. Geeft Ajax weinig ruimte. Hens voor Siloy, dat kost hem een gele kaart. Olysee, Lidmanen, Benny, Ronald de Boer, nee, Wilnis. Keizer, Fuchs. Wilnis, Nok. Fuchs, Fiscaal staat helemaal vrij. Dat ziet Babangida, die komt helemaal terug. Fiscaal schiet en een goed schot ook. Vrij trap, Frank de Boer. Zoekt zijn tweeling door. Wat je ook van hun actie kunt zeggen, feit is dat zij vooral anderen beter laten spelen. Ronald de Boer, daar komt Kronkjer. De Wilnis stikt de bal corner. Precies een uur gespeeld op de verjaardag van Witsche. Corner. Ronald de Boer. Van de lijn gehaald door Fuchs. En nog eens Ronald de Boer. Tobiasen, Ronald de Boer weer. En daar was Frank de Boer vlak bij Olieslager. Frank de Boer die bij afwezigheid van Blind na 20 minuten de aanvoerdersband ook alweer draagt. Opmerkelijke zaken vanavond in de arena. Nog 20 minuten. Met Ronald de Boer nu als diepe spits. Dani als rechtermiddenvelder. Benny McCarthy is gewisseld. Lidmanen. Ronald de Boer, Babangida. Dani. Babangida. Met een vuurpijl. Twee dotten van kansen liet hij liggen, Babangida. En in dit schot legt hij al zijn gram op de paal. Olysee, Fuchs. Gerritsen, Fuchs. Witsche glijdt weg. Veel spelers glijden weg. Het komt door de beroerde toestand van het veld. Schot van Keizer. Olysee in de knoei. Gerritsen. Opleving weer van de Graafschap. Met Roelofsen. Boom, dat ontsnapt Ajax. Olysee, Frank de Boer. Het is nu een soort schuttersputten graven voor de Graafschap. Dat bepaalt niet negatief speelt. Er uitkomt wanneer het kan. Maar het kan nu niet meer. Lidmanen! Nee! Een gelijkspel thuis in de arena. Tegen de Graafschap. Daar zou toch niemand op gerekend hebben. Goede bal van Dani op Babangida. Oh, Ronald de Boer. Het publiek zou hem zijn zonde meteen vergeven hebben. Zijn zonde van het vreemdgaan met Barcelona. Gerritsen vertrekt. Melchiold precies op tijd. Fuchs is erbij. Siloy net niet. Gerritsen. Siloy. Oh, de winnende voor Siloy. Dat zou iets moois zijn hier in Amsterdam. Maar dat is te hoog gegrepen. Kleine 2 minuten nog. Melchiold. Een gelijkspel zou toch wel een onaangename verrassing voor Ajax zijn. Hier thuis in de arena. Kronkjer. Melchiold. Zit het er dan toch nog in? Nee, het zit er niet meer in. Vorig jaar was de Graafschap er al dichtbij. Toen verloor het kort voor tijd met 1-0. En nu pakt het een punt hier in de arena tegen Ajax. En dat is een onaangename verrassing
voor de Ajaxide. Ajax de Graafschap 1-1.